Hoi, dit is Monique van Moniloom. Ik ga vandaag laten zien hoe je deze schattige pinguïn binnieboe kan maken van Loom. Zijn echte naam is van de binnieboe is Waddles. Hij kan ook staan. Ik zie jullie hem niet meer, maar hij kan het. En mijn kinderen zijn gek op deze knuffeltjes. Misschien jij ook wel. En het is me eindelijk gelukt om er eentje te maken die er een beetje op lijkt. Dit is de eerste, de volgende dan natuurlijk nog veel meer. Maar laten we eerst deze maar eens gaan maken. Je hebt ervoor nodig ongeveer 45 zwarte elastiekjes, ongeveer 15 witte en dan nog, als je de oogjes van elastiekjes maakt, heb je 6 glitterblauwe nodig en nog 2 zwarte en dan 1 oranje voor het neusje. Ik ga hem op de monsterteel maken. Dat is namelijk het makkelijkste, maar je kan hem ook op je loom maken en dat ga ik ook even uitleggen hoe je dat dan opzet. Je begint met 2 elastiekjes te pakken, zwarte, en die plaats je van dit pinnetje gekruist naar dit pinnetje, dus als een achtje. Dan neem je nog een keer 2 zwarte en die plaats je van dit pinnetje gekruist hier naartoe. En dan neem je nog een keer 2 zwarte elastiekjes en die plaats je van dit pinnetje gekruist naar deze. Zo hebben we 6 pinnetjes in beslag genomen. Ik zal je even laten zien hoe dat op de loom eruit ziet. Op de loom gebruik je deze 6 pinnetjes in het begin. En later gaan we uitbreiden naar deze 8 pinnetjes. Zeg maar, kijk, net zoals de monsterteel. Het is een 3D figuurtje, dus als je dat al eens eerder hebt gemaakt, bijvoorbeeld van DIY Mommy, dan is dit niet meer zo moeilijk voor je. Hoe je het hier erop zet, is eigenlijk, opzetten is makkelijker, namelijk je pakt weer 2 zwarte elastiekjes en dan trek je hem, je kruist hem hierheen. Oh, ik verlies er 1. Even nog een keertje. Dus je kruist hem en je plaatst hem op dit pinnetje. Dit pinnetje in het midden zit hier dan dus in de weg. Maar je schuift ze gewoon naar de zijkant als dit maar gekruist is. En je kan zien dat dat zo is. Deze, hier kan je het zien. Zie je dat die gekruist is? Nou, dan doe je nog 2 zwarte elastiekjes. En die kruis je op deze manier. Zo. Dan kan je ook weer zien. Zie je dat die gekruist is? En dan de laatste 2 elastiekjes. Plaats je van deze naar deze gekruist. En controleer of die inderdaad gekruist is. Ja, dat is zo. Dus je zorgt eigenlijk gewoon, je doet net alsof dit pinnetje er niet is. En je vouwt ze er zo omheen. En dit is hetzelfde als dit. En of je nou hier verder gaat of hier verder gaat, je gaat nu gewoon precies hetzelfde doen. Als je hiermee verder gaat, dan ga je hier elastiekjes zo rondomheen plaatsen. En hier ga ik dat ook voordoen en dan doe ik het zo. Ja, dus ik leg deze weer even weg. Op de monsterteel vind ik het zelf makkelijker, ook om te laten zien. De eerste elastiekjes hebben we geplaatst, dat waren dubbele elastiekjes. Vervolgens gaan we steeds verder met enkele elastiekjes. En we beginnen met eerst het hoofdje, hier komt de voorkant van het hoofdje te doen. Doen we 1 wit elastiekje en die plaatsen we gewoon, zonder kruising, hier. Dan nemen we nog een wit elastiekje en die plaatsen we hier. Vervolgens gaan we steeds met enkele elastiekjes, hè, doe je alles nu weer. Maken we zo 6 pinnetjes dicht. Zo. En dan deze kant nog.
dan heb je dit dus. En dan gaan we de onderste twee eroverheen haken. Ik zal het even zo laten zien. Je ziet dat hier vier elastiekjes op zitten, namelijk de onderste twee. Dan een witte en die zwarte, die hebben we er net opgehaald, dus dat zijn de bovenste. En de onderste, dus van de eerste laag, die haal ik er zo overheen. Dat doe ik op ieder pinnetje. Dus hier ook. Je ziet dat het belangrijk is dat je ze netjes, zo netjes mogelijk hebt gedaan. Dus je pakt de onderste twee en je haakt ze er op deze manier overheen. Dat doen we ook bij alle andere pinnetjes. Kijk, hier zit het ook niet helemaal netjes. Dat is op zich niet heel erg, maar ja. Het wordt het mooiste hoe mooier ze zitten. Hier pak ik ook de onderste twee en die haak ik er overheen. Het is het handigste om met je vingers heel eventjes die andere twee tegen te houden. Dat kan ik nu niet doen omdat ik ook dat ding vast heb voor de camera. Maar de onderste twee, hup er overheen. Je duwt hem naar beneden. Dit zijn er ook twee. Die zitten een beetje gedraaid. Zo, beter. Onderste twee er overheen. En dan hier heb ik ook de onderste twee zwarte nodig. En die doe ik er zo overheen. Doe je het goed naar beneden. En dit was de tweede ronde. De eerste ronde was de opzet. Dit is de tweede ronde. In de derde ronde gaan we de oogjes erop zetten. Nou kan je zien dat ik hier kraaltjes heb gebruikt. Ik geef toe, het allermooiste effect vind ik zelf met de kraaltjes. Ik heb deze kraaltjes gebruikt. En ik heb er toen later met watervaste stift in het zwart heb ik een rondje erop getekend. Niet moeilijk, maar je moet wel deze kraaltjes hebben als je dat wil doen. Dit zijn eigenlijk gewoon hele simpele kraaltjes. Kijk, het gat is groot genoeg om een elastiekje erheen te doen. En ze glimmen leuk en precies in de goede kleur. Dus ik was blij. Je hebt ook dit soort kraaltjes. En dat zijn gewoon de kraaltjes die eigenlijk de meeste mensen hebben, denk ik. Een soort pony beads heet dat dan. Ik heb het er nog niet mee geprobeerd, maar ik denk dat je deze ook zou kunnen gebruiken. Ik heb ze niet in het doorzichtig. Maar dan moet je later hier ook iets zwarts opmaken. Dus dat kan je proberen. Kijk, bijvoorbeeld zo'n doorzichtig in het blauw zou het nog mooier zijn, maar die heb ik ook zelf niet. Maar voor alle mensen die geen kraaltjes hebben, ga ik het gewoon voordoen met elastiekjes. Dus daarvoor nemen we een enkel zwart elastiekje. Die doe je vier keer op je haaknaald. 2, 3, 4. Dan heb je dus vier ringetjes. Dan pak je een blauw glitter jelly of doorzichtig elastiekje. Heb je geen glitter, dan neem je gewoon een blauw elastiekje. Ik heb zelf ook nog deze. Die zijn de echte van Rainbow Loom. Dit zijn neppen van 50 cent. Maar ze werken allebei even goed. Ik ga deze voor de voetjes gebruiken. Maar ik ga deze voor de oogjes gebruiken. Dus elke andere kleur blauw kan je ook gewoon doen. Alleen jelly is denk ik wel het leukste. Je doet het blauwe elastiekje hier omheen. Je draait hem een slag en je zorgt dat er nog een ringetje aan deze kant van het zwarte hoopje komt. Dan schuif je dit er tegenaan en je doet nog een keer 1, 2 om je haaknaald, maar dan aan de andere kant. Dan krijg je dit. Dat zetten we dan op een wit elastiekje. Dus ik neem een wit elastiekje en ik ga dit allemaal netjes hierop plaatsen. Het handigste is als je de volgorde wel een beetje intact houdt. Dus pak je eerst de twee blauwe, dan de vier zwarte. Nagels geknipt, dus ik heb helemaal geen lange nagels meer. En dan nog de twee blauwe. Kijk, dan zit die mooi in het midden. En dan plaats je die hier op die twee pinnetjes. Dus hier en hier. Zo, het maakt verder niet uit hoe die hier zit, want later gaan we hem toch draaien. Ik zal het nog een keertje voordoen. Je neemt een zwart elastiekje. Je doet hem 1,
2, 3, 4 keer om je haaknaald. Je neemt een blauw, doorzichtig, al dan niet glitter elastiekje. Je doet hem eroverheen. Je zorgt dat hij 2 keer aan deze kant een ringetje heeft. En 1, 2 keer aan de andere kant. Dan neem je een enkel wit elastiekje. En daar ga je ze op overbrengen. Terwijl je de volgorde een beetje hetzelfde probeert te houden. Zo, dat waren de zwarte. Nu nog de 2 blauwe. Zo. Kijk, dan zie je dat het bij mij niet helemaal gelukt is om ze in de goede volgorde erop te houden. Ik heb hem even overnieuw gemaakt. Kijk, nu zit hij goed. Gebeurt dat nou bij jou ook? Ga dan niet zitten pielen, zou ik zeggen. En maak gewoon hem opnieuw. Dat gaat het snelste. Dus die plaats ik op dit. De voorste 2 pinnetjes. Nu heb ik hier 2 oogjes. En de rest ga ik weer rondmaken met zwart. Enkele elastiekjes. Dus op deze manier. Sluit ik hem af. Daar heb je dus weer zwarte elastiekjes voor nodig. Dan gaan we weer haken. Je pakt weer de onderste 2. Dat zijn deze 2. En die haak je eroverheen. Hou de andere 2 tegen. Deze 2 eroverheen. Hier ook de onderste 2 eroverheen. Hier de onderste 2 eroverheen. En hier de onderste 2 eroverheen. En dan hier heb ik 4 witte. Pak ik weer de onderste 2 en eroverheen. Zo, dan moet je dit hebben. Dan gaan we nu het neusje erop zetten. Daarvoor pak je 1 oranje elastiekje. Je kan licht oranje nemen of fel oranje. Als je dat niet hebt, donker oranje of een ander kleurtje. Je doet hem erop. Je maakt 4 ringetjes. Dus 1, 2, 3 en 4. Dan pak je loombeet. Je pakt de witte elastiekjes die op de kop zitten met je haaknaald. En die trek je er heel voorzichtig af terwijl je hem goed op je haaknaald houdt. Dan schuif je deze oranje ringetjes op, over je haaknaald op dat witte, op die 2 witte elastiekjes. En je plaatst ze weer terug. Zie je, je hebt hier de 2 oogjes, die zitten aan 2 witte. En hier heb je dan die 4 ringetjes van het neusje opgedaan. Zo, dit was de 3e ronde. Dan gaan we de 4e ronde doen. We beginnen weer met 2 witte elastiekjes aan de voorkant. Eentje hier en eentje hier. En vervolgens sluiten we het weer af. Met enkele zwarte elastiekjes. En we gaan weer haken. De onderste 2 over de bovenste. De onderste 2 over de bovenste. Op ieder pinnetje. En hier. Ook. Deze zit niet helemaal recht. Zo, de onderste 2 eroverheen. Zo, de 5e ronde gaan we de armpjes opzetten. Ik heb er hier al 1 gemaakt. Ik ga je laten zien hoe je die maakt. Je neemt een enkel zwart elastiekje. Die doe je 4 keer op je haaknaald. Dus 1, 2, 3, 4. Dan neem je nog een enkel zwart elastiekje. Die vouw je dubbel. En je schuift deze 4 ringetjes eroverheen. Je zet de andere kant ook op je haaknaald. En dan heb je dit. Dan neem je nog een zwart enkel elastiekje.
Die vouw je ook dubbel. En je schuift dit erop. En de andere kant ook op de haaknaald. En dan heb je dit. En dan hoeven we hem alleen nog maar op één enkel elastiekje waar je verder niks mee doet te plaatsen. Zo. En dan kunnen we hem erop zetten. Zet de video even stil, dan kan je de volgende maken. En dan gaan we hem nu erop zetten. De armpjes komen hier zo. Dus hier. Op het tweede en derde pinnetje en aan deze kant. Dus ik plaats deze hier. Zorg dat hij aan de buitenkant zit en niet erin. En deze, de andere, plaats ik op deze twee pinnetjes er tegenover. Zo. Dan maken we het rondje weer dicht. Ik neem een wit elastiekje voor de voorkant. En nog een wit elastiekje voor deze kant. Die heb je al gedaan. Dus dan heb je nog twee soorten elastiekjes nodig. Om het rondje zo weer dicht te maken. En dan gaan we haken. De vijfde ronde. De onderste twee pak je. Die doe je over de bovenste twee. Hier ook. En hier. En hier. Dan duw je alles even goed naar beneden. Kijk, dat die armpjes nu een beetje naar binnen gaan is niet erger als maar, dat capbandje van vier ringetjes als die maar zo aan de buitenkant steekt. Dat is makkelijker. Dan hebben we de vijfde ronde gehad en de zesde ronde gaan we uitbreiden naar acht pinnetjes. Dat doe je als volgt. Je pakt de twee pinnetjes die hierop staan, de twee bandjes bedoel ik, die pak je zo op. Pas op dat je ze niet verliest en je zet ze op dit pinnetje. Dan willen we dat hier en hier ook nog een pinnetje of een bandje komt. En dat doen we door hier eentje van af te halen. Ik zal het eerst aan deze kant voor doen. Ik heb hier twee elastiekjes. Deze en deze. Ik pak de bovenste. Ja, ook goed vast. En dan kijk ik waar die vandaan komt. Je wil degene hebben die hier vandaan komt. Maar dat is deze niet. Dus die parkeer ik even hier. Die zet ik heel even daar neer. Deze, dan pak ik de volgende, ja, die komt wel daar vandaan. En die wil ik dan dus op dit derde pinnetje hebben. En dan zet ik deze weer netjes terug. Kijk, ik hou nu mijn loom vast, maar als jij dit thuis doet, kan je met twee handen zeg maar zo neerzetten en dan eventjes zo met je vinger vasthouden. De andere kant, ik ga hem even omdraaien, daar is hetzelfde. Ik wil hier één bandje van hier wil ik daarheen brengen, zodat ik ze alle acht vol heb. Gebruik. Ik pak weer de bovenste. Ik ga even kijken waar die vandaan komt. Hij komt weer van de verkeerde kant. Dus dan plaats ik hem heel eventjes hier. Niet vergeten, hij zit hierop. Ik pak deze. Ja, zie je, die komt van die kant. Dus die wil ik hebben en die plaats ik op dit pinnetje. Dan had ik er hier nog één geparkeerd, de bovenste, en die zet ik zo hier weer terug. Dat was het. Het kan zijn dat bij jou het meteen wel goed is, of één wel, één kant wel, één kant niet. Dat heeft te maken met hoe je het de rondjes hebt gemaakt. Maar dat maakt helemaal niet uit als je maar de juiste op dit zet en de andere op die. Ik ga ook heel eventjes laten zien hoe je dat op de loom doet. Ik heb er net buiten de camera even nog één rondje erbij gemaakt. Ik had alleen de opzet hierop gemaakt. Ik heb één rondje erbij gemaakt, zodat je beter kan zien hoe je moet groter moet maken. Op de loom ga je deze acht pinnetjes gebruiken. Die doen dus niet mee straks.
De eerste is makkelijk. Ik pak deze twee elastiekjes en ik plaats ze hierheen. Dat is dus hetzelfde als wat ik net op de monsterdeel heb laten zien. Hè? Dan pak ik het bovenste van dit pinnetje, pak ik het bovenste bandje. En ik kijk waar die vandaan komt. Nou kijk, deze zit hier aan vast. Dus die wil ik niet hebben. Dus dan plaats ik hem even op dit pinnetje. Als je hem op de loom maakt, heb je nu een voordeel. Want je kan ze makkelijker even op deze twee pinnetjes parkeren. Ik pak het andere elastiekje. Ja, die komt inderdaad wel daar vandaan. En dus die zet ik op het derde pinnetje. 1, 2, 3, derde pinnetje. En dan degene die ik hier in het midden had geparkeerd, die zet ik hier weer terug. Probeer hem zo min mogelijk te draaien. Die van mij is heel erg gedraaid. Dus nu doe ik even een trucje zo. Dus als je op de loom aan het maken bent, moet het er nu zo uitzien. En ga je nu hier elastiekjes plaatsen op die hele buitenkant. Net zoals dat ik nu ga voordoen op de monsterteel. En nu gaan we voor rij nummer 6. Al deze 8 pinnetjes gebruiken. We beginnen weer met 2 witte enkele elastiekjes die we zo hiervoor doen. Dus 1 hier, 1 daar. En dan vervolgens maak ik het hele rondje af. Maakt niet uit in welke volgorde je het doet. Als ze maar allemaal met elkaar verbonden zijn. Ik mis er nog eentje. En dat is zo. Ik heb dus 8. 2 witte en 6 zwarte enkele elastiekjes hierop geplaatst. En nu heb ik een ovaal gekregen. En die ga ik nu ook haken zoals altijd. Het eerste pinnetje hier heeft gewoon 4 bandjes. Dus ik doe net als anders. Ik hou het heel even tegen hoor. De onderste over de bovenste. Deze en deze hebben er maar eentje. Plus die 2 die je net opgedaan, dus 3. Dus daarom pak ik alleen de onderste. Die haal ik er overheen. Dat is belangrijk dat je daar op let. Hier ook, ik heb er 1, 2, 3. Ik pak 1 onderste. Dat komt omdat je ze hebt verdeeld net. Deze heeft er gewoon 4. Dus, want daar hebben we niet echt veel mee gedaan. Dus ik pak die onderste 2. Hier hetzelfde. Die 2 pinnetjes hebben we verdeeld. Dus ik heb hier maar 1. Onderste, je hebt er 3, je pakt alleen de onderste, zodat je er 2 overhoudt. Hier ook. Ik pak de onderste en haal hem er overheen. Hier zitten er weer gewoon 4 op. Haal ik er 2 overheen, ik duw het goed naar beneden en hier de laatste 2 die ik er zo overheen haal. Dan zie je dat op ieder pinnetje zitten nu weer 2 lusjes. Dat was de bedoeling. Dit was ronde 6. Wanneer je wil dat het buikje zo eruit gaat zien, dus helemaal wit in het midden tot de pootjes en de onderkant is dan wel zwart, dan moet je precies doen wat ik zo meteen ga doen. Wil je dat de onderkant, ik zal hem even laten liggen, kan je het goed het verschil zien. Wil je dat eigenlijk de onderste zwart is, dus dat je meer het idee hebt dat er alleen een wit buikje is, en daarna zwart. Zie je het verschil? Dan moet je in de laatste ronde, die ik zo dus laat zien, de ene laatste ronde bedoel ik, in ronde 7, alleen maar beginnen, al beginnen met zwarte elastiekjes. Dus ik ga straks laten zien hoe je in de 7e ronde weer 2 aan de voorkant doet. En daarna afsluit met 6 zwarte. En de 8e ronde wordt helemaal zwart. Maar wil je dat nou niet en denk je van, nou, ik vind eigenlijk toch dit leuker. Namelijk dat hij al eerder stopt, dat buikje. Dan doe je de 7e ronde allemaal zwarte elastiekjes. En de 8e ronde ook. Nogmaals, wat ik voor ga doen is deze. Namelijk de 7e ronde met 2 witte elastiekjes en de 8e ronde alleen met zwart. Je kan nu nog kiezen. Dan doen we nog een ronde 7. Doen we weer enkele elastiekjes. Hier zo voor doe je 2 witte. Oh, even een andere.
Zo. En hier doe je weer zwart. Je maakt een mooi rondje. Je kan ook wel eens proberen om nu zo bij het buikje niet eerst die twee witte te doen. Maar eerst een zwart en dan een witte eroverheen. Dan krijg je denk ik een iets ander effect op de buik. Maar goed, ik heb het nu al zo gedaan. Dit is ronde 7. Die haken we weer gewoon. De twee onderste over de bovenste. Duw het goed naar beneden. Vooral ook als je op de loom aan het werk bent. Kijk, hier kan de pinguïn mooi naar onder groeien. Maar op de loom is dat wat lastiger. Dus dan moet je het goed aanduwen. Zo. Nu de laatste ronde. Daar gaan we zijn voetjes opmaken. Voor de oogjes had ik deze kleur gebruikt. Met glinster. Dat kan je voor de voetjes ook doen. Je kan ook lichtblauw gebruiken. Ik ga deze gebruiken. Dat is de glitter van Rainbow Loom. Blauw. Dat vind ik wel mooi. Maar je kan ook gewoon andere blauw doen. Je pakt één enkel blauw elastiekje. Je doet hem 4 keer op je haaknaald. 1, 2, 3, 4. Je pakt er nog één. Die vouw je dubbel. En je plaatst de 4 ringetjes op het elastiekje. Kijk, nu heb ik ze alle 4. En ik doe de andere kant er zo weer op. Dan moet ik dit nog op een zwart enkel elastiekje plaatsen. Zo. En de pootjes plaatsen we hierop, op de voorkant. Ik ga dus nu de 8e ronde voor het eerst geen witte elastiekjes hiervoor doen. Zodat het buikje net afgesloten wordt met zwart bedoel ik. En daarom doe ik die pootjes op een zwart elastiekje. Wil je nou graag dat het buikje helemaal wit doorloopt, dan kan je hem op een wit elastiekje doen. Maar ik denk dat een zwart elastiekje mooier is. Dus ik doe zwart. Je zet één pootje hier zo op. Je zorgt dat dit elastiekje waar die op zit niet gekruist is. Anders dan krijg je straks problemen met dat hij niet zo goed kan staan. Je ziet hij is mooi recht blijven zitten. En het pootje wijst naar die kant. Doe ik nog een keer. Ik neem een enkel blauw elastiekje. 1, 2, 3, 4. 4 ringetjes. Ik neem er nog een. Die vouw ik dubbel. Ik doe de 4 ringetjes eroverheen. En ik doe de andere kant op mijn haaknaald. En dit is het tweede pootje. Kijk, dat die ringetjes niet gelijk zijn, dat kan je wel straks nog mooi maken. Nou, hij is wel goed zo. Dan neem ik dus weer een zwart enkel elastiekje. Daar doe ik niks mee, maar daar plaats ik deze op. En vervolgens zet je het tweede pootje aan de voorkant op deze twee pinnetjes. En ik wil dus dat het zwarte elastiekje niet gedraaid is. Ik zet hem er even op. Ik trek eraan. Nee, hij is niet gedraaid, dus dat is goed. En met gedraaid bedoel ik dus dat als je zo je pootje hebt, dat hij dan zo erop zit. Nou, dit is de 8e en laatste ronde. Ik heb deze al geplaatst. Ik ga de rest verder afmaken met zwart. Dus je maakt weer een heel rondje met zwart. Tot je hier aangekomen bent.
Overal zit nu weer een zwart elastiekje. En je gaat weer haken. De onderste twee over de bovenste twee. Hou hem met je vinger vast. Tot het niet nu op het einde nog misgaat. En hier zijn het dus de twee laatste witte die je zo over de zwarte doet. Zo. Nu is die klaar en dan gaan we hem eraf halen. Als je op je monsterteel werkt, dan kan je hem het beste nu al vullen. Dus met een beetje watten erin. Als je hem op de rainbow loom hebt gemaakt, dan kan je hem best, dan kan dat niet. Want dan zitten die, kijk, dan zitten die twee pinnetjes in de war, in de weg. Dus dan moet je hem, dat zal ik even hierop voordoen. Ga je hem, is het makkelijkste als je hem met twee haaknaalden eraf haalt. Namelijk, je begint aan de achterkant en je doet deze twee op je haaknaald 1. Hier zitten dan ook twee, hè? 2, 3, 4. En met je andere haaknaald, als je er twee hebt, en anders ga je, maak je een rondje, dan ga je gewoon zo verder. Dat doe ik zo op de monsterteel voor. Maar op de loom is dit het handigst dat je er twee neemt. Want dan doe je zo. Oh. Ik zit het nu even gedraaid te doen. Dat is niet de bedoeling. En ik pak die. En de laatste. En dan zeg maar heb je dus hier je pinguïn onder hangen. En heb je dus twee haaknaalden. En dan heb je hier een heel makkelijk gaatje om hem te vullen. Als je hem dan, als je dit eenmaal hebt gedaan en je wil hem dichtmaken, pak je een zwart enkel elastiekje. Die zet je op deze haaknaald. Je haalt, ja, deze haaknaald heeft niet zo handig. Doe even deze. Je haalt hem al deze lusjes er doorheen. Ik doe het heel even snel hoor. Je houdt hem vast. Je doet dit lusje hierop en je trekt al deze lusjes over deze kant. En dan zet je hem hier weer bij, dat lusje. Kijk, en dan doe je de achterste over de bovenste en heb je hem dichtgemaakt. Dit is één manier. De andere manier ga ik laten zien met de monsterteel. Om te vullen ga ik watjes gebruiken. Ik denk, je hoeft niet zo heel, hebt niet zo heel veel nodig. Ik denk eigenlijk dat zoiets al wel genoeg is. Het is de kunst om hem niet te vol te doen. En je kan er ook natuurlijk oude elastiekjes in doen. Of elastiekjes die je daarvoor wel wil gebruiken. Op je monsterteel is het makkelijk vullen. Je stopt namelijk die watjes of die elastiekjes. Stop je erin. Hier zit zijn hoofdje. Die wil ik wel een beetje goed gevuld hebben. Ik ga daar toch een heel klein beetje bij doen. Klein beetje bij. Zometeen kan ik hem er ook nog wel weer iets erbij of eraf halen hoor. Nou, ik denk dat het als je zoiets hebt, dat dat genoeg is. Dan ga ik dus een andere manier laten zien om hem eraf te halen. Daarnet deed ik met twee haaknaalden deze kant en deze kant. Omdat je dan nog makkelijk kan vullen. Maar misschien vond je dat er heel onhandig uitzien. Dan laat ik je nu gewoon deze manier zien. Je pakt je haaknaald. Je pakt de eerste. Ik zal het proberen een beetje rechts voor te doen. Je pakt de eerste twee elastiekjes. Die doe je op je haaknaald. Je pakt de volgende. En de volgende. Je gaat met de klok mee. Hier wordt het een beetje lastig. Hou goed je duim erop. Dat niks eraf valt. En de laatste. Zo. Ze zitten er allemaal op. En je haalt hem eruit. Dan moeten we dit nog dichtmaken. Je hebt dus nu 16
lusjes op je haaknaald. We pakken een enkel zwart elastiekje. Die zetten we er zo op. En dan gaan we al deze lusjes daar opbrengen. Je kan het zo doen als je je haaknaald in je lusjes vertrouwt. Ik ga het toch even zo voordoen. Namelijk dat ik dan zelf die lusjes één voor per twee zeg maar zo eroverheen moet. Dan weet je zeker dat er niks misgaat. Dus die twee, dan blijven ze ook mooi in volgorde. En die twee doe ik er overheen. Zie je? Dan de volgende twee. En deze twee. En de laatste. En ondertussen hou je deze kant dus heel goed vast. Trek hem een beetje door. Je zet die aan je vinger zat ook erop je haaknaald. Je hebt dus twee lusjes. Oh. Nu moet je even kijken of je vindt dat je hem genoeg hebt gevuld. Ja. Ik vind... Wat vind ik? Eigenlijk vind ik van niet. Dan zal ik je dat ook laten zien. Je doet het weer op je vinger. En ik denk, ja hoor, er kan nog wel wat bij. Een elastiekje of een stukje watten. Ik neem gewoon een heel klein bolletje watten. Die stop ik erin. Duw ik even aan met iets scherps of een andere haaknaald of een klein haaknaaldje. Zo, nu vind ik het genoeg. Dus ik zet deze weer op mijn haaknaald. En ik ga hem afwerken dus door de achterste eroverheen te halen. Voorzichtig aan te trekken zodat je een knoopje krijgt. En dan kunnen we hem omdraaien. Dan zie je, dit lusje moet ook nog weggestopt. Dat ga ik even eerst doen. Je steekt je haaknaald in de achterkant. Kom je dus watjes tegen. Je doet het elastiekje erop. Je trekt hem naar binnen. En weg is die. Zo. Nou moeten we hem nog een beetje mooi in model brengen. Ik zie namelijk hier één voetje en deze is verstopt. Dus die haal ik er even zo uit. Een beetje zo doen. Dus armpjes eventjes uitrekken. Als je kraaltjes hebt gebruikt, dan is dit makkelijker. Maar we gaan deze oogjes ook heel mooi maken. Zoals je ziet, zit er zo'n blauw lusje. Dat zit vaak aan de achterkant, de onderkant of de bovenkant. Ik wil hem graag aan de onderkant of bovenkant. Ik ga nu proberen bovenkant. Ik weet niet of je het zo goed kan zien, maar kijk, nu lijkt het tenminste een beetje op een oogje zoals het kralenoogje. Deze andere kant, daar zit het blauw nog verstopt. Dus die haal ik er een beetje uit, aan allebei de kanten, tussen het zwarte. En hier zit hij aan de onderkant. Kijk, als je dit leuk vindt, laat je hem lekker zo aan de onderkant zitten. Ik ga eens even kijken wat er gebeurt als ik hem aan de bovenkant doe. Je kan hem gewoon zo draaien. Nou weet je, hij wil niet. En ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. Zo zie je, als ik even die andere erbij pak. Dat het met elastieke ogen ook heel erg leuk is geworden. Ik vind hem eigenlijk wel goed zo. Als je wil dat hij blijft staan, dat kan namelijk ook. Kijk, hij blijft staan. Ja, mijn camera staat er verkeerd voor. In ieder geval. Nou, je kan er nog even een beetje verder mee spelen. Kijk, dit zijn ze. Ik vind ze echt ontzettend schattig, al zeg ik het zelf. En je snapt natuurlijk al dat ik nu aangestoken ben. En dat de volgende, ik weet niet of jullie die ook kennen, maar de volgende is Ice Cube. Die lijkt ontzettend hierop. Er zijn een paar dingetjes die ik anders doe. En ik ga hem in de volgende video ook laten zien hoe je hem kan maken als je niet deze elastiekjes hebt. Dus, ik zou zeggen, ik hoop dat het gelukt is. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. En hou mijn kanaal in de gaten.
want Ice Cube is coming. En nog veel meer leuke dingen. Dag, tot ziens!